Dit is Flevoland van zaterdag 17 september. Bij een supermarkt aan de Juan Gri-straat in Almere heeft gisteravond een gewapende overval plaatsgevonden. De politie is op zoek naar twee jonge verdachten. Ze renden even voor 10 uur de supermarkt in en bedreigden het personeel met een wapen en eisten geld uit de kassa. Kort daarop renden ze weer naar buiten. De verdachten zijn twee jongens van vermoedelijk 16 à 17 jaar oud. Een primeur vandaag in Lelystad. Voor het eerst opent de zogenaamde huiskamer van de lokale democratie haar deuren. Hoe ervaart u de lokale politiek? Doel is om de banden tussen de lokale politiek en haar inwoners een beetje aan te halen. En dat lijkt geen overbodige luxe. Ik hou me er echt niet mee bezig. Want het interesseert u niet eigenlijk? Nee, ik denk het niet. Het blijkt gewoon dat politiek in Lelystad niet echt verbinding heeft met de burgers. Dus door deze huiskamer, ja, dan kunnen mensen laagdrempelig binnenlopen. Onder het genot van de klanken van het Lelystadse Batavia-koor, een hapje en een drankje, gaan raadsleden in gesprek met inwoners. Heeft u al veel gesprekken gevoerd? Ik heb een aantal gesprekken gevoerd, ja. Toch betrokken inwoners die ons weten te vinden inderdaad, met een zorg over bijvoorbeeld een woonvorm. Zijn er wel woonvormen voor mensen die wat ouder zijn en gezellig met elkaar willen wonen? Dat de banden tussen de lokale politiek en haar inwoners niet zo warm zijn, blijkt ook uit de laatste gemeenteraadsverkiezingen afgelopen april. Als slechts 40% de moeite neemt om een stem uit te brengen. Ik ben er ook niet echt mee bezig, ook eerlijk gezegd. Er gaan zoveel dingen mis. Alle leuke dingen worden weggehaald. Alle winkels gaan weg. De gezelligheid is weg in Lelystad. Je moet kunnen laten zien dat je echt luistert. Dat je echt wat doet met wat de mensen vinden. Veel mensen zeggen van ja, er wordt gewoon niet aan ons geluisterd. Ja, ik kan me dat voorstellen. Maar het begint met een goed gesprek. Soms krijg je niet altijd je zin en dan wordt er misschien niet naar je geluisterd. Maar als je in ieder geval het gevoel hebt dat je gehoord bent, ik denk dat dat belangrijk is. Of deze huiskamer de liefde tussen de lokale politiek en de inwoners van Lelystad inderdaad doet opbloeien, zal moeten blijken. Denkt u dat dat inderdaad zo werkt? Ik denk dat het alleen werkt bij mensen die al politiek bewust zijn. Maar voor de gezinnen die gewoon aan het overleven zijn, dat het weinig effect zal hebben. De lokale politiek heeft er in ieder geval zin in. Voortaan kunnen inwoners iedere donderdagavond hier in gesprek. Laat dit het begin zijn van een hele mooie bestuursperiode. SV Urk vanmiddag thuis in de derde divisie tegen Harkemaze Boys. De Urkers hadden een hele sterke start van de competitie. Maar zakken de laatste tijd wat weg met een nederlaag en een gelijkspel. SV Urk hier in de vertrouwde witte shirts en de blauwe broeken. Slecht weggewerkt hier van Harkemaze Boys. Mooie actie van Ide Nentjes. Beginfase van de wedstrijd. Meteen succes voor hem. Van de Rode uit Friesland. Veel ruimte voor de Harakieten. De tussendoor. En daar staat Margarita. Omstrijker heen en de 0 tegen 1 voor Harkemaze Boys. Rust een 0-1 ruststand. Harkemaze Boys weer. Milan de Koe. En daar is Richard Strijker. Goed keeperswerk. Opnieuw de Vriezen. De bal tegen de onderarm van Ieden Eentjes aan. En een strafschop in de 18e minuut van de tweede helft. Oh, wat makkelijk gegeven. Maar er zit er wel in. Jari Slort. En de 0 tegen 2. SV Urk dan. Komt er een periode met heel veel kansen voor SV Urk. En ze moest ook wel. Lucas Stol. Jan Ras. Die bal wil er niet in. Als hij het zelf niet doet, dan krijgt de tegenstander ruimte. Bijmers. Nou, maak hem maar. Slort. Lucas Nagel staat daar precies op de goede plek. En zo blijft het 0-2 op Urk. Maar Urk drupte door. Tol, Tol. Maar de bal wilde er aan de kant van Urk niet in.
En opnieuw SV Urk bezig dus aan zijn eerste seizoen in de derde divisie. Zat er dan nog iets in de thuiswedstrijd? Hier Hessel Snoek. Ook de invaller lukt het niet om te scoren. Na het vele drukken van Urk was het toch Harkema met de laatste treffer. Urk ging uiteindelijk met 0-3 onderuit op Sportpark De Vormt op Urk. 3, 2, 1, 2. En jawel, en daar gaan de wandelaars. In totaal 80 stuks wandelaars vertrekken nu. In Zeewolde is gisteravond de jubileumeditie van de ZTZ wandeltocht van start gegaan. Het is 25 jaar geleden dat ZTZ is begonnen en wij hebben daar een mooi feestelijk weekend van gemaakt. Wandelaars krijgen allemaal een shirt met een mooi logo waarbij je de 25 terug ziet. We hebben taart voor alle wandelaars, maar ook voor de vrijwilligers. Dus. Nadat de twee vorige edities werden afgelast vanwege de coronapandemie, hebben ze er weer zin in. Theo Vreugdehil doet voor de 6e keer mee en heeft zich goed voorbereid op de 110 kilometer. Eerst de Nijmeegse Vierdaagse gelopen, toen nog de dodentocht in België gelopen. Dus iedere keer een stukje verder opgebouwd en nu de 110. Dit is dan een makkie? Nou, makkie is het nooit helaas, maar het wordt gewoon genieten. Allemaal bekenden tegenkomen. Ja, ZTZ is toch ieder jaar weer een feest van herkenning. Mensen tegenkomen, gezelligheid. Een tweedaagse wandelevenement vindt Theo, die nu in Dronten woont, maar uit Zeewolde komt, eigenlijk best wel saai. Het is verschrikkelijk. Dat is er zo bijzonder. Je loopt 110 kilometer door de polder over allemaal rechte wegen. Het is verschrikkelijk en dat maakt het zo leuk. De vrijwilligers, zo'n 120 in totaal, zijn in ieder geval enthousiast. Ik kan op posten staan. Dus op posten dan verzorg je het eten en drinken voor de lopers. Dus ja, dat is het eigenlijk gewoon een beetje. Gewoon zorgen dat alles gewoon goed loopt. En hoe loopt het? Ja, goed. Ja, het loopt altijd gesmeerd. Dus dat is altijd heel erg leuk. En iedereen is lekker enthousiast. En dat is gewoon leuk. Dat is gezellig. Toch doen er dit jaar maar 200 deelnemers mee aan de wandeltocht. En dat op een jubileumeditie. Ja, maar mensen moeten ook weer wennen aan het meedoen aan een evenement na 2 jaar corona. Dus daar zien we denk ik wel het effect op het aantal deelnemers. En de weersverwachtingen geven aan dat het ook op bepaalde tijden gaat regenen. En dat zou ook kunnen beïnvloeden. Hopelijk blijft het een beetje droog. Ik ben zelf wel een mooi weerloper. Maar ja, het maakt het alleen maar weer erger. Ja. Hoe dan ook, ze liepen dapper door.